Welkom bij een nieuwe podcast van Hardloop. Mijn naam is Peter Veen. En deze podcast komt vanaf, luister goed, je hoort het al op de achtergrond, watervallen. En als het dan ook nog zegt dat het water ongeveer 100 graden warm is, dan weet je het wellicht. IJsland. We zijn op mannentrip in IJsland. En mannentrip is mijn vader, mijn broer en ik. En het is echt super mooi. Als je ooit twijfelt, niet twijfelen, gewoon gaan. Het is zo bijzonder om deze hele wilde natuur te zien. We zijn echt voor de natuur gegaan. Er is ook niet heel veel anders behalve dan Reykjavik. Maar de natuur is wel echt overweldigend. We zijn nu dus bij een rivier, een meter of twee breed, stroomt hard. Ik denk toch wel 10 kilometer per uur. Misschien wel iets meer, watervallen. Ik zie op de verte bergen, van die hele grote ruige bergen met van die vulkaanachtige uitstoppingen allemaal. Daar tegenaan wat mos gegroeid, maar ook gewoon echt van die zwarte delen. Aantal bomen, maar in IJsland heb je heel weinig bomen op zich. Het is echt een land met heel veel natuur, heel weinig dieren. Ja, weinig hout. Echt heel ruig. Echt super mooi. We zijn gisteren in een vulkaan adering geweest. Dus zeg maar een vulkaan, is een ader die onder de grond gevormd wordt, waardoor de lava stroomt. En dan zag je echt de lava uitharddingen gewoon. Echt bijzonder om te zien. We zijn onder het ijs geweest, onder de gletsjer. Dat was ook heel erg gaaf. Dus echt, gewoon super mooi. Gaat deze podcast over hardlopen? Nee. Misschien had ik dat direct moeten zeggen. Nee, ik heb hier wel even gelopen. Gewoon, dan zie je eigenlijk hetzelfde. Mooi wel op en af. Dus wel echt hoogteverschil allemaal. Dus daar moet je wel een beetje aan wennen. Ja, natuurlijk super mooi. Ik bedoel, met alle poriën open, met de ogen en neusgaten open. Dan ervaar je natuurlijk de natuur nog heftiger. En als het dan alleen een rondje loopt, dan hoor je ook alleen maar natuur om je heen. Dat is gewoon super, super mooi. En meer dan de moeite waard. Het plan nu is een wandeling. Want alleen ik ben van het hardlopen. Dus als we met z'n drieën gaan, dan gaan we gewoon hiken. Gewoon wandelen. Het is gewoon super leuk om te doen. Nemen we een lunchpakket mee en dan gaan we wandelen. En dan gaan we gewoon wat leuks opzoeken. En dit is gewoon echt meer dan de moeite waard. Echt super mooi. Wellicht heb je ook wel een mooie vakantie gehad. Hopelijk wel. Of misschien krijg je nog een mooie vakantie. Natuurlijk is veel mooie hardloopschoentjes mee. Gewoon genieten. Natuur opzoeken. Of misschien wel niet. Misschien wel ga je hardlopen in een stad. Of loop je helemaal niet op vakantie, zou ik zeggen. Wel een keer proberen. Want dat is echt voor mij altijd wel een van de mooiste manieren om een land te ontdekken. Vooral als je zeg maar te hardlopen op een plek waar je nog niet geweest bent. Dus er is bijvoorbeeld bij ons in de buurt een vulkaankrater. Waar water inmiddels in zit. En die is op 6 kilometer afstand. Dus daar wil ik heen hardlopen. Een rondje zeg maar in de kraterrand lopen. En dan weer terug. Mooi hardlooprondje. Niet te ver. Maar gewoon echt mooi om die krater te ontdekken. En dat wil ik dan doen zeg maar, zonder dat ik er zelf geweest ben. Maar dat ga ik vanmiddag doen. Succes. Loop ze tot de volgende podcast. Die kant op? Ja. We gaan.